Ja, ze hadden een vuurwapen bij zich en dwongen de medewerkers om naar de kluis te lopen. En hebben ze vervolgens op de grond gelegd. En een van onze medewerkers heeft de kluis daadwerkelijk voor ze moeten leeghalen. Terwijl de andere medewerker een stukje verderop op de grond werd gehouden. En vervolgens zijn ze allebei bij elkaar gelegd en hebben ze telefoons en portemonnees nog afhandig gemaakt. En zijn vervolgens vertrokken. Toen een medewerker ook de tweede kluis open moest maken, kon hij dat niet. Ja, onze protocollen staan dus niet toe dat medewerkers de sleutels hebben van alle kluizen. Dus ja, die kon hij niet openmaken. En vervolgens hebben ze echt een pistool tegen zijn hoofd aangedrukt. Om toch te dwingen die kluis open te maken. Maar ja, waarschijnlijk in zijn eerlijke reactie dat ze begrepen dat hij dat gewoon echt niet kon doen. Twee overvallers werden afgezet door een witte bestelbus die vervolgens doorreed. Waarschijnlijk is er dus een derde persoon betrokken bij de overval. Voor Ruud is de hele overval één grote nachtmerrie. Ja, het komt gewoon niet helemaal bij me binnen. En het is gewoon een kwestie van weer doorgaan nu. En zoveel mogelijk steun bieden aan de twee medewerkers die er waren. Ik kan me gewoon echt niet voorstellen wat we nu door de hoofden van de medewerkers omgaat. Dat is gewoon echt verschrikkelijk. Nog geen twee weken geleden werd 500 meter verderop ook al juwelierszaak Jan Eef overvallen. En dat is niet het enige. Ja, je gaat niet echt met een fijn gevoel meer s'nachts alleen over straat hier. Er is natuurlijk wel meer voorgevallen hier in de wijk. Ook bij ons recht tegenover op de brug is natuurlijk een fikse mishandeling heeft daar plaatsgevonden. Ja, het gaat een beetje de verkeerde kant op. En dat terwijl het eigenlijk juist zo'n ontzettend leuke buurt is. Dus dat het is echt heel naar.